Gamers en hallo, welkom bij deze nieuwe tutorial. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een soort twee van die iron doors hier maakt. Als je op één pressure plate staat, ze allebei open gaan. En ik vind het een beetje heel jammer dat die daar nou net zo daar moet staan. Dus ik wil hier ook staan. Ja, nu werkt het goed. Oké, sorry. Ik ben een beetje afgeleid. Maar als je op één pressure plate staat, maakt niet uit welke, dan gaan ze open. En voor deze kant hetzelfde. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Normaal gesproken, dan... sowieso werkt dit niet, want dan moet je hem hier hebben. En dan gaat er maar eentje open. Dat is gewoon vervelend. Oftewel, ik zal je laten zien hoe je hem bouwt. Dit is je... je hebt een 5x4 stukje nodig. En dan... hier je vloer, zo, dan wil je hier pressure plates en daar pressure plates met onderbij, daar pressure plates. Oké, met onder deze redstone dust, hier blokken aan de zijkant, met een redstone torch bij beiden aan de zijkant, met een blok daarop met een redstone torch aan de zijkant. En hier ook een blok daarop met een redstone torch in de zijkant. Met weer een blok daar bovenop. Met hier ook een blok daar bovenop met zo. Oké, en dan komen hier dus je iron doors. Zo. Wat je hier wilt doen is. Redstone dust. Een blok daar, een repeater daarvoor. En that's it. Dat is je deur. Alleen wil je hoogstwaarschijnlijk. Wat heb ik fout gedaan? Deze is langer, hè? Ja, deze is eentje langer. Hij is niet te lang. You fill it with making tutorials. Anders kun je niet door je deur heen. Oké, nou, dit is dus hoe je hem moet bouwen. Het is heel simpel. Dus, abonneer.